is. Goedendag jongen, goed jongen. Ja? Je ziet er goed uit jongen. Hey. Kom jongens. Ik ben blij dat hij eindelijk weg is. Ga je hem terughalen? Ja. Voor mij had hij nog wel even mogen blijven. Ja, voor mij ook hoor. Dat moet ik ook eerlijk zijn. Voor mij eigenlijk ook. Swansea City doelman Christopher Noordveld was woensdag voor even terug in Heerenveen. Om superfan Steven te verrassen. Steven had namelijk één grote wens. En dat was Noordveld ontmoeten. En dus kwam de speler van het jaar van vorig seizoen over vanuit Engeland om samen met hem en zijn broertjes een keeperstraining af te werken. Maar waarom wil Steven juist Noordveld ontmoeten? Nou, omdat het mijn grote held is. Ik vind, hij was zo goed bij Heerenveen. En ook, ik vind het heel jammer dat hij weg is gegaan. Daarom blijft hij nog steeds mijn held. Nou, natuurlijk ben je blij. En ja, het lukt in de schema om hier naartoe te komen. En alles voor de jongen te kunnen doen, dan doe ik het graag. Niet alleen Steven, maar ook Noordveld genoot zichtbaar van de kliniek bij zijn vertrouwde Heerenveen. Ik heb veel jaren bij deze mooie club gespeeld. En zo blij om zeg maar, terug te gaan over het dagje. Zo. Wat een mooi gevoel, ja. Ja, want hoe voelt het als je hier dan rondloopt? Je ziet al die jongens weer, vanavond is het een mooie wedstrijd. Ja, een beetje raar eigenlijk. Ik heb gisteren aangekomen toen ik naar de stadion gereden. Het was wel een rare gevoel zeg maar, naar de stadion te rijden om zeg maar, niks te doen. Maar ja, ik ben gewoon blij om hier te zijn en iets kunnen betekenen voor iemand. Laag zit. Ja. En door dus, kijk. Juist, beide goed. Waarom ben je van Heerenveen naar het buitenland gegaan? Ja. Toen ik naar Heerenveen kwam, was ik 21. Kwam ik voor de eerste keer buiten Zweden wonen. Dan ben ik hier 3,5 jaar gewoond. En ja, gespeeld. En op een gegeven moment vond ik dat ik iets nieuws moet doen. Ik ben hier zo lang, nieuwe omgeving, nieuwe ploeg, nieuwe ploeggenoten, alles. Daarom heb ik gekozen om iets nieuws te doen. En vast. Tweede bal. Kijk. Prima! Klasse man! Hoe gaat het op dit moment bij jou in Swansea? Want we hoorden niet zo heel veel van je. Nee, rustig denk ik. Ik heb eerlijk niet zoveel gespeeld. Ik heb in de beker gespeeld een paar wedstrijden, helemaal niks in de competitie. Zo is wel een moeilijk jaar geweest, vind ik. Maar ik denk het wel goed voor mij om niet op de bank te zitten. Maar zeg maar echt moeten vechten voor mijn plek. En natuurlijk. Je traint iedere dag om zeg maar, te bewijzen op de wedstrijd en dat doe ik op dit moment niet. En dat is wel heel teleurgesteld. Maar zo is ook voetbal. Ik doe gewoon iedere dag mijn allerbest om zeg maar, de plek te pakken. Toch, het moet wel geweldig zijn toch, dat je daar rondloopt in misschien wel de grootste competitie van de wereld. Al die mooie stadions, dat heb je altijd van gedroomd denk ik. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon een droom om in de Premier League te zijn. En, ik heb denk ik de eerste stapje gemaakt om zeg maar, daar naartoe te komen. Nu moet ik nog een paar stappen maken om zeg maar, daar te spelen. Heb ik een vraag voor jou? Wil je mijn handschoenen? Jawel. Goed gedaan, hè? Ja, bedankt. Geen dank. Dank u wel. Dat vind je wel mooi, hè? Ja. Top. Nou, die had ik altijd al willen hebben en nu heb ik ze eindelijk een keer gekregen.